Wanneer ben je een rebel? Een rebel is volgens mij iemand die zijn eigen pad durft te bewandelen, zijn eigen reis durft te maken en die vooral ook daarvoor tegen de stroom in durft te zwemmen en die grenzen opzoekt. Toen ik 20 jaar was, studeerde ik werktuigbouwkunde. Nou, die studie die had ik gekozen omdat die aansloot bij mijn profiel, natuur en techniek, en omdat mensen mij vertelden dat het een lekkere brede studie was waarmee je nog alle kanten op kon gaan. En ik had geen idee wat ik wilde, dus dat leek mij prima. Maar toen ik in mijn eerste studiejaar zat van werktuigbouwkunde, toen besefte ik me dat het misschien toch maar eens tijd werd dat ik ging ontdekken wat ik eigenlijk wilde. Want voordat je het weet, ben je de rest van je leven met dingen bezig die je niet wil. Dus ik moest mezelf gaan ontdekken en misschien ook een stukje van de wereld ontdekken. En die ontdekkingsreis die begon in Nicaragua. Ik heb daar stage gelopen en Nicaragua is voor mij een enorme eye-opener geweest. Niet alleen omdat het een totaal andere wereld is dan dat we hier kennen, maar omdat als je in zo'n totaal andere wereld rondloopt, je jezelf ook een stuk beter leert kennen. Je leert angsten kennen waarvan je niet wist dat je ze had. Je leert eigenlijk ook waar je hartje een stukje sneller van gaat tikken. En dat is voor mij heel belangrijk geweest. En dat heb ik ingezien, vooral door heel veel fantastisch mooie mensen die ik daar heb mogen ontmoeten. Echte rebellen in mijn ogen. Een voorbeeld daarvan zijn Chitske en Onno. Chitske en Onno zijn mensen begin 30 die naar Nicaragua zijn verhuisd om daar een stagebureau op te starten. En zij verzorgden maatschappelijke stages voor Nederlandse studenten. Dus Nederlandse studenten die gingen naar daar om vervolgens stage te lopen in een ziekenhuis of op een school. Of zoals ik, op een waterkrachtcentrale. Want wat voor mij uiteindelijk belangrijk bleek, was duurzaamheid. Dat was mijn ding. Dat vond ik vet. En dan heb ik nog twee mensen die me ook enorm hebben geïnspireerd. En dat zijn deze twee rebelse helden. Oh. Marcel en Onno. Marcel en Onno zijn wederom twee Nederlandse mannen, begin 30, die ook naar Nicaragua zijn verhuisd. En die daar een fantastisch mooi hotel hebben gebouwd. En dat was niet zomaar een hotel. Zoals je ziet, heet dat hotel Concorazon. Dat betekent met hart. Want alle opbrengsten van dit hotel zouden naar lokale schoolkinderen gaan. Of nou, naar lokale straatkinderen die eigenlijk niet de mogelijkheid zouden hebben anders om naar school te gaan. En ik heb het genoegen gehad om deze mensen te mogen ontmoeten en om ze te leren kennen. En ik heb met hun gepraat, ik heb hun verhalen gehoord. En ik heb ook gehoord met wat voor passie zij deze verhalen vertelden. En dat vond ik helemaal fantastisch. Dat vond ik echt geweldig dat zij zo gelukkig werden van zulke mooie dingen doen. En wat me ook inspireerde, was als ze het botte lef hadden om daarvoor naar de andere kant van de wereld te verhuizen. Dat vond ik helemaal geweldig. Dus Nicaragua is voor mij één grote inspiratiebron geweest. Maar ja, helaas kwam er aan dat verhaal op den duur een eind. En ik voelde, nadat ik terugkwam uit Nicaragua, dat er bij mij van alles aan het veranderen was. Ik begon inderdaad mezelf een beetje te leren kennen. Maar ja, terug in Nederland was Nederland niet zoveel veranderd. Ik kwam aan op Schiphol. Ik zag daar een hoop gehaaste mensen. Nou, dat was voor mij super confronterend. Ik had in dat half jaar had ik niemand zien rennen, behalve mezelf toen er een keer een pet van mijn kop gejat werd. Maar ik zat ook nog steeds die studie werktuigbouwkunde te doen, die me niet zinde. En dat zat niet lekker. Dus ik had zoiets van, volgens mij moet ik er weer even tussenuit. Dus toen heb ik de eerste mogelijkheid aangegrepen om weer te vluchten. En toen ben ik 2 maanden een zomer in Creta gaan werken als animatiemedewerker, als vrijwilliger voor een eenouderorganisatie. Nou, dat zag er als volgt uit. Ik deed werktuigbouwkunde. Nou, dit is iets wat totaal ergens anders ligt. Maar dat was voor mij heel goed. Ik ging daar met kinderen werken. Ik kwam erachter dat ik het superleuk vond om met kinderen te werken. En wat ik nog veel mooier vond, was dat ik zag dat die kinderen het heel leuk vonden om met mij te werken. Helemaal mooi. Maar die 2 maanden die hebben mij vooral eventjes de rust gegeven om al die indrukken die ik in Nicaragua had opgedaan, om die een plek te geven. Om dat eventjes te laten rusten. En die 2 maanden die waren voor mij eigenlijk cruciaal om in te zien dat ik gewoon verder moest gaan met duurzame dingen doen. Dingen die ik leuk vond. Maar mijn reis was dus nog niet klaar. Oh. Mijn reis was nog niet klaar. Want ik heb vanaf toen een heleboel duurzame dingen gedaan. Ik ben een vervolgstudie gaan doen waar duurzaamheid een prominente rol in had, innovatiewetenschappen.
ga ik niet te ver op in. Ik ben afgestudeerd van die studie door onderzoek te doen naar een ecoschool in Argentinië en hoe zo'n ecoschool de omgeving kan beïnvloeden. En ik ben vervolgens gaan werken. En ook in mijn werk heb ik ervoor gekozen om voor een club te kiezen die iets met duurzaamheid en innovatie deed. Nou, ik werken en ergens gedurende mijn loopbaan kwam er een hele leuke wedstrijd op mijn pad. En dat was een ideeënwedstrijd om een oplossing te bedenken voor het probleem van elektronisch afval. Niet heel veel van jullie zullen dat weten, maar meer dan de helft van ons elektronisch afval wordt niet gerecycled. En dat is voor een groot deel omdat er een hoop bij jullie in jullie laadjes of zolder blijft liggen. En dat is zonde, want hier zitten hartstikke veel waardevolle materialen in die wij nodig hebben om weer nieuwe apparaten te maken. En als het doorgaat zoals het nu gaat, is er een grote kans dat we binnen 40 jaar deze materialen niet meer uit mijnen kunnen winnen. Dus zullen we ze toch ergens anders vandaan moeten halen en dus moeten recyclen. Ik heb aan dat idee meegedaan aan die wedstrijd met de e-waste race. De e-waste race is een idee om scholen tegen elkaar te laten strijden om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Maak er een soort wedstrijd van. Doen ze 5 weken en de school die het meeste inzamelt, die kan daarmee een schoolreis winnen. En daarnaast krijgt iedere deelnemer een les van mij. En nou ja, dit project is een beetje aangeslagen. Ik ben hier nu een jaar mee bezig en de eerste keer was al een enorm groot succes. Want toen hebben we met 7 scholen in 5 weken hebben we 14 ton elektronisch afval ingezameld. En voor de mensen die daar niet 1, 2, 3 een beeld bij kunnen krijgen, dat is veel. En dat is veel meer dan wat je hier nog ziet. Dit was 1 school. En ik word er enorm gelukkig van, want ik heb echt nu het gevoel dat ik dat kleine stukje bijdraag aan het milieu. Wij zijn materialen terug uit de huishoudens aan het halen om die terug in de kringloop te brengen. Dat vind ik fantastisch. Maar dat is wel mede door die reis die ik gemaakt heb, mede door de mensen die mij enorm hebben geïnspireerd. 1, door goede dingen te doen. En 2, ook om het lef te hebben om die dingen maar gewoon te gaan doen, dat ik de keuzes heb gemaakt om dit te doen. En ik ben er heel blij mee. En volgens mij is een rebel iemand die durft zijn passie te ontdekken en daar vervolgens werk van maakt. En ik heb dus mijn passie ontdekt en ik maak daar nu werk van. En ik raad jullie heel sterk aan om hetzelfde te doen.